zien is het spelkwartier van de Meet Kate Stichting. Een hele vrolijke boel. Maar zo gaat het natuurlijk niet de hele dag hier. Integendeel, onderwijs is een van de speerpunten van de stichting. Als je kinderen een goede toekomst wil geven, moet je ze niet alleen voeden, kleden en medische voorzieningen geven, maar natuurlijk ook onderwijs, zodat ze zich later zelf kunnen redden. En dat is iets waar Meet Kate heel druk mee bezig is. Dit is het leslokaal waar ze computerles krijgen. Educatieve spelletjes, maar ook tekstverwerking en dat soort dingen. Ghana is natuurlijk wel een ontwikkelingsland, maar dat wil niet zeggen dat de kinderen achterlijk zijn. Bepaald niet zelfs. De dagen dat ik hier rondgelopen heb, heb ik wel gezien dat ze ontzettend leergierig, slim en intelligent zijn. Hi, what are you doing? My name is Vivian. Very good. Nou, dat dit onderwijs dat wordt gegeven, maar ook wordt gefinancierd door Meet Kate, tot hele leuke resultaten leidt, dat wordt fantastisch geïllustreerd door kleine Kate. Kennen jullie haar nog? Zij is het gezicht van de stichting, het logo. Hi Kate, how are you? How are you doing at school? Fine? This is your report, hè? Let me have a look at it. Nou, dit is dus haar schoolrapport. En dat ziet er fantastisch uit. Ik zal het even heel snel doorlopen. Ik zie staan, excellent, very good, excellent, excellent. Ja, het is eigenlijk een fantastische lijst. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat Meet Kate dat werk kan voortzetten. Sterker nog, ze hebben hele ambitieuze plannen om er nog wat meer van te maken. Loop maar even met me mee. Kijk, het probleem is dat de lessen hier in het kinderthuis op een beetje geïmproviseerde wijze worden gegeven. De lokalen zijn te klein en als het tehuis zo blijft groeien als het nu doet, dan barst het uit zijn voegen. En wat de stichting Meet Kate daarom wil, is dat we op dit terreintje ernaast, waar nu nog allemaal maai staat, dat we daar een hele nieuwe school laten verrijzen. Met een sportveldje, alles erbij. Het zijn hele ambitieuze plannen, dure plannen ook. Het gaat 100.000 euro tot 120.000 euro kosten. En dat geld hebben we niet. Daar hebben we hulp voor nodig. Daar moeten jullie voor helpen. Kleine bijdragen, grote bijdragen. En over dat geld wil ik nog wel even iets zeggen. Veel mensen vragen zich natuurlijk terecht af van ja, maar komt dat allemaal wel goed terecht? Verdwijnt dat niet in diepe zakken, de strijkstok, etc. Nou, ik kan jullie garanderen. Ik verzeker jullie dat echt iedere cent die gegeven wordt, werkelijk hier aan die school besteed wordt. Ik controleer dat, ik hou daar toezicht op. Dus een beter alibi om iets goeds te doen, hebben jullie niet. Ik hoop dat jullie allemaal willen meehelpen om deze droom van de stichting Meet Kate te verwezenlijken. En dat er hier over pakweg een jaar een prachtige school staat. Kom op, help mee, ik reken op jullie.